Een hele goede avond. Vaccinproducent Johnson & Johnson levert voorlopig geen vaccins meer aan Europa. Dus ook niet aan ons land. Dat is een gevolg van de beslissing in Amerika om de inentingen met Johnson & Johnson tijdelijk stop te zetten. Het gaat om een advies van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. 6 vrouwen jonger dan 50 kregen kort na vaccinatie met Johnson & Johnson zeldzame bloedklonters. Het gaat om hetzelfde type klonters als die in Europa gemeld zijn na vaccinatie met AstraZeneca. In afwachting van verder onderzoek wil de FDA de vaccinatie even stopzetten. Vandaag heeft dus de FDA samen met CDC beslist om de vaccinatie met het Janssen-vaccin tijdelijk te stoppen, omdat men 6 gevallen heeft gehad van een gelijkaardig syndroom als met het AstraZeneca-vaccin. Namelijk een combinatie van trombose met een beperkt aantal bloedplaatjes nog aanwezig bij jonge vrouwen. Morgen zit het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA samen over de kwestie. Hier bij ons in België is er nog niemand gevaccineerd met Johnson & Johnson. Maar dat was wel het plan voor binnenkort. En wat dat nu betekent voor de vaccinatiecampagne in België, daar praten we in het Journaal van 7 over met professor infectieziekte Steven Kalles van het UZ Gent. Het zal sowieso morgen ook op tafel liggen van het overlegcomité. Want alle regeringen van ons land die buigen zich dan nog maar eens over de coronamaatregelen. Viroloog Steven van Gucht wil wel waarschuwen voor al te snelle versoepelingen. Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen daalt, maar traag. En de druk op ziekenhuizen blijft hoog, zeker op intensieve zorg. Daar liggen nog altijd ruim 900 coronapatiënten. Daarom pleit hij voor activiteiten buiten. Ik denk dat er nog altijd een grote wil is om ook de contactberoepen, de kappers, te heropenen eind april. De grote vraag is, wat gaat men doen begin mei? Volgens mij is het vooral belangrijk dat we focussen op buitenactiviteiten. Buiten is een heel pak veiliger dan binnen. Dus daar moet men echt wel de nadruk op leggen, denk ik. En pas iets langer te wachten met indooractiviteiten. Buitenactiviteiten dus. En dan denken we al snel aan de terrassen in de horeca. Maar de uitbaters van de cafés en restaurants die staan niet te springen om alleen maar buitenmensen te ontvangen. En al helemaal niet zonder steunmaatregelen. Onder welke voorwaarden? Dat zal het belangrijkste zijn, denk ik, dat we mogen opengaan. Dus als het alleen de terrassen zijn zonder steun, dan zal het zeer moeilijk worden, ook voor ons. Dat is voor iedereen het geval, daar ben ik zeker. Is dat dan zo duur, een terras openhouden? Nee, maar het mooie weer is niet altijd aanwezig hier bij ons. In Limburg hebben 50 landbouwers met hun tractor een tocht door de provincie gemaakt. Niet zomaar natuurlijk. De voornamelijk jonge boeren vragen aandacht voor hun toekomst. Want die staat behoorlijk onder druk. Ze geraken naar eigen zeggen nog moeilijk aan vergunningen. Maar ook landbouwgronden zijn schaars. En ook de uitstoot van stikstof door bijvoorbeeld de veeteelt wordt stilaan een probleem. Het recente stikstofarrest zorgt ervoor dat vergunningen op de helling staan. Vernieuwingen van vergunningen, uitbreidingen van bedrijven die komen daardoor in het gedrang. Terwijl we als jonge land- en tuinbouwers wel vooruit willen met de sector en willen tonen dat we ook wel degelijk emissie kunnen reduceren. Op de E313 in Geel is voor de derde werkdag op een rij een zwaar ongeluk gebeurd. Er wordt daar gewerkt aan een brug. Een lichte vrachtwagen botste in de file op een andere vrachtwagen. Daarbij viel 1 zwaar gewonde. Bij de andere ongelukken, gisteren en vrijdag, viel er telkens een dode. Er komt nu extra signalisatie. 11 maanden na de dood van George Floyd is het weer onrustig in Minneapolis, de Amerikaanse stad die dus vorig jaar al het wereldnieuws haalde. Nu is daar opnieuw een zwarte man gedood bij een arrestatie door de politie. Een agente zou zich van wapen hebben vergist. Ze wou haar stroomstootwapen gebruiken, maar pakte per vergissing haar pistool en schoot de man neer. Het gebeurde zondagnamiddag. Agenten zetten een wagen aan de kant voor een controle, maar stelden vast dat er tegen de bestuurder nog een arrestatiebevel van kracht was. Toen de jongeman merkte dat de agenten hem wilden meenemen, probeerde hij te ontsnappen.
Hij wrong zich terug in de wagen, maar toen waarschuwde een agent hem dat ze haar stroomstootwapen ging gebruiken. De agent had haar pistool gebruikt in plaats van haar taser. De bestuurder reed nog gewond weg, maar crashte uiteindelijk tegen een andere auto. Toen de politie ter plaatse kwam, kon geen hulp meer baten. Volgens de politie, gisteren op een persconferentie, ging het om een tragische vergissing. It is my belief that the officer had the intention to deploy their taser, but instead shot Mr. Wright with a single bullet. Het incident leidde niettemin tot 2 avonden van protest, onlusten en hier en daar ook plunderingen in Minneapolis. De Brit Mark Cavendish heeft de smaak van het winnen weer helemaal te pakken. Gisteren won hij voor het eerst in 3 jaar nog eens een wedstrijd. En vandaag pakte hij meteen een 2e ritzege in de Ronde van Turkije. En dat doet Cavendish zoals wel vaker in een massasprint. Ook terug van weg geweest, na een blessure, is zijn ploegmaat Fabio Jakobsen. En die trekt meteen de trein op gang in de sprint. Cavendish komt er op het juiste moment uit en wint, net als gisteren, voor Jasper Philipsen. De renner van de Koenig Quickstep verstevigt ook zijn leidersplaats in het klassement. En in het Journaal van 7 gaan we terug naar de ijstijd. Want in Berlare zijn enkele wetenschappers bezig met de restauratie van fossielen. Het gaat om oude restanten van bijvoorbeeld mammoeten of wolven die duizenden jaren geleden hier bij ons leefden. En er valt nog veel meer te ontdekken. Wat dat precies is, dat vertelt Wim de Vilder u in het Journaal van 7. Bedankt voor het kijken. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.